Minister Reshma Kuldip Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zegt dat er vanaf nu harde maatregelen getroffen zullen worden tegen handelaren die aan prijsopdrijving doen. De minister sprak journalisten vanmiddag kort voor de late aanvang van de ministerraadsvergadering. Het volk mag van de bewindsvrouw niet de dupe worden van handelaren die zich niet aan de regels willen houden. Als er klachten zijn, dan moeten we dat altijd aanpakken. We hebben in beslag genomen mensen die prijzen hebben overdreven. Dat hebben we in beslag genomen, hebben we het aan sociale instellingen verdeeld. Maar de prijzen zijn bekend. We maken elke 2 weken de prijzen van de basisgoederen bekend. Blijft u dat volgen? Als dat niet zo is en de winkelier handhaaft een andere prijs, laat u dat weten. Ik heb het keer op keer geroepen. Dat wij samen het werk moeten doen en dat doe ik nogmaals. Als de prijzen hoog zijn in de winkels, wij gaan ook uit op, vaak genoeg gaan we uit op meldingen. Dat we krijgen binnen van minister, daar is die aardappel bijvoorbeeld 120 SRD. Dan gaan we daar en we gaan nu gewoon in beslag nemen. We hebben al genoeg gesproken, we hebben genoeg waarschuwingen gegeven. Het is nu in beslag nemen en gewoon alles verdelen. Internationaal is er sprake van stijging van prijzen. Vanwege de oorlogen in Europa bracht de minister in herinnering. Aan de andere kant werkt de overheid naar zeggen van Kuldip Singh aan het stimuleren van eigen productie, zodat Suriname niet steeds slachtoffer wordt van prijsschommelingen op importproducten.